In Heerle is er een nieuwe rechtswinkel geopend op de 5e verdieping van Maanplein 88. Men kan voor een heleboel dingen terecht. We geven advies bijvoorbeeld in huurzaken, in sociale zekerheidszaken. Dus stel voor, je hebt problemen met je uitkering of je hebt een verhuurder die niks doet aan je woning. We staan ook slachtoffers in strafzaken staan we bij. En we behandelen de gebieden consumentenrecht, huurrecht, sociale zekerheidsrecht en slachtoffers in strafzaken. Kijk, normaal in een rechtswinkel werken natuurlijk vergevorderde rechtenstudenten. Maar bij ons, studenten die bij ons in de rechtswinkel komen werken, die moeten eerst bij ons, bij de Open Universiteit, moeten ze een half jaar een onderwijsprogramma volgen. En dan worden ze helemaal getraind op het gebied van mondelingenvaardigheden, op het gebied van schriftelijke vaardigheden. En ze worden getraind in de rechtsgebieden die wij aanbieden. Dus bij mondelingenvaardigheden moet je denken aan het voeren van een intakegesprek, een adviesgesprek. Een slecht nieuwsgesprek, je moet denken aan onderhandelen. En bij het opstellen van schriftelijke stukken moet je denken aan een eenvoudige e-mail bij wijze van spreken, tot en met een schriftelijk juridisch advies. En dat kan ook zo zijn, want wij gaan, als het echt niet anders kan, gaan wij ook procederen. Dus we trainen studenten ook in hoe ze bijvoorbeeld een inleidend processtuk of een vervolgprocesstuk moeten opmaken. In het centrum woont al een heel groot gedeelte van onze doelgroepen, hè? Dus de kwetsbare Heerlenaren. En daarom is voor deze plek gekozen. Maar dat wil niet zeggen, hè, dat we straks niet ook vragen in andere delen van Heerlen gaan opvragen. Hè, we hebben ook een heel mooi samenwerkingsverband met het veiligheidscentrum. Dat in Hoensbroek komt te zitten, in het oude ABN AMRO gebouw. En als we iets verder zijn, ik wil het eerst hier op orde hebben. En als we het dan hier op orde hebben, kan het ook zo zijn dat we bijvoorbeeld een halve dag of een dag per week in dat veiligheidscentrum gaan halen. Dus in Hoensbroek, dus in Heerlen-Noord. Omdat daar natuurlijk ook een heleboel aan de hand is. En daar ook een heleboel mensen onze hulp heel goed kunnen gebruiken. Wij geven dus, en dat vind ik wel heel belangrijk, gratis sociaal-juridische hulp aan een heleboel doelgroepen. We hebben ook een website, www.rechtswinkelheerlen.nl. Daar kan je op zien voor wie het bedoeld is. Hè? Maar iedereen kan bij ons langskomen. En als je bijvoorbeeld niet zoveel geld hebt, of als je kwetsbaar bent, of als je student bent, of 65-plusser, of noem maar op, dan kan je bij ons terecht en krijg je dus gratis. Gratis rechtshulp van onze studenten. En onze studenten worden begeleid door drie vaste beroepskrachten.